Hallo, ik ben Marieke Hebink. Ik ben actrice bij Toneelgroep Amsterdam. En op dit moment speel ik in Lange Dag Grijs naar de Nacht van Eugene O'Neill. En ik ben gevraagd om ook iets in de vitrine te zetten. Nou, dat is best lastig om iets te kiezen, maar ja, uiteindelijk kwam ik erachter dat ik één ding, wel meerdere dingen achter me aansleep, veel eigenlijk, maar één ding wat de hele tijd maar ergens achter staat, wat dan opeens weer tevoorschijn komt, dat eigenlijk een heel onbescheiden ding is. Maar het heeft heel erg twee kanten in zich en dat is een foto. Joehoe! Deze foto is gemaakt ongeveer 20 jaar geleden door Anneleen Lauwers. Een hele goede fotograaf. En de eerste paar jaar van mijn carrière heb ik gespeeld bij de Trust. De voorloper van de theatercompagnie, samen met Anneke Blok en Jaap Spijkers en Miranda Jongeling. En op een gegeven moment besloot ik weg te gaan. Omdat ik papa Teu eigenlijk een goede schop moest geven. En toen ging ik voor één productie naar Toneelgroep Amsterdam. En dan moest een publiciteitsfoto voor gemaakt worden. Maar ik schaamde me eigenlijk een beetje daarvoor dat dat allemaal moest en zo. Dus ik ging in een pauze tussen repetities door. Waarin ik een hele dikke oude vrouw speelde. Mevrouw van Swaap, zo'n stuk. En snel pruik af en weet ik wat. En ik had vreselijke uitslag, want ik kan nergens tegen al die crampjes. Zo heel ingewikkeld als je actrice bent. Dus daar heb ik een hele grote laag er weer op geplenst. En toen kwam ik bij Anneleen aan. En daar moest ik eens een foto maken voor een stuk. Ik zou het niet meer weten welk stuk. Ik weet ook dat het uiteindelijk niet doorging. Dus die foto was totaal niet overbodig. En het ging wel iets met vogels of zo. In elk geval, ik moest de hele tijd een dode vogel in mijn mond houden. Of een heel klein, zo net uit het nest gevallen ding, weet je wel. En ik wilde het niet in mijn mond, maar ja, ik moest het toch de hele tijd zo in mijn mond. En volgens mij dacht ze zelf ook, ja, het is het net niet. Toen op het laatst, toen pakte ze haar lippenstift en dan schreef ze love me op mijn borstbeen. Maar ik had het eerst helemaal niet in de gaten. Dat van die vraag van love me, van alsjeblieft houd toch van mij, ook iets wat heel erg aan acteurs hangt, kwam ik laatst ook weer achter. Krijg je een rot recensie, denk je, oh ja, iedereen haat mij, want ik wil zo graag dat iedereen van mij houdt. Nou, noem maar op, wie is er trouwens niet. En, maar die ogen die staan eigenlijk heel afstandelijk op deze foto, omdat ze ook denkt, ik moet zo weer naar de volgende repetitie en ik wil eigenlijk niet op die foto. Nou, in elk geval, dat allemaal zit erin. En het is toch eigenlijk een hele mooie foto. Waarschijnlijk omdat al die dingen erin zitten. En Anneleen heeft er nog een zilveren camera mee gewonnen ook. Omdat ik deze foto al 20 jaar met me meesleep en achter allerlei spiegels stop, wil ik hem voordragen voor de virtuele vitrine.